Hallo, dit is Kevin van Tandarts Reizen naar Albanië en de Klasdent Kliniek. Ik ga je vandaag een klein beetje meer uitleggen over hoe wij normaal gesproken werken en wat jij kunt doen om het voor jezelf en voor ons een stuk helderder te maken. Laten we beginnen met het feit dat wij meestal een röntgenfoto willen zien. En de reden hiervan is dat wij gewoon een duidelijke inschatting moeten maken over hoe jouw gebit ervoor staat. En wij soms zelfs op de foto's niet kunnen zien hoe de onderliggende tanden er qua kwaliteit en betrouwbaarheid voorstaan. Als wij aan de slag gaan met jouw gebitsrenovatie, willen wij zeker weten dat wij een veilige keuze maken en dat ook jij op lange termijn een goede oplossing hebt om van jouw problemen af te komen. Kijk op onze website eens door wat wij in het verleden voor Nederlandse en Belgische cliënten hebben gedaan. We hebben hier veel foto's en veel video's op staan die dit helder laten zien. En ook veel gestelde vragen die jou precies laten zien wat je kunt verwachten. Goed. Dat is de basisinformatie. Als je echt zelf verder wilt met ons en je wilt gaan kijken naar de mogelijkheden, dan raad ik je aan om te gaan voor die röntgenfoto, eventueel in onze kliniek in Rotterdam, of bij een eigen tandarts die deze gewoon kan maken voor jou tegen betaling, zodat wij aan de slag kunnen. In onze offertesoftware kan ik het volgende voor je doen. Zoals je ziet hebben wij een röntgenfoto ontvangen van een cliënt die boven nog 10 tanden en onder nog 10 tanden had. Dit heb ik precies voor hem uitgewerkt in de huidige situatie. Vervolgens ben ik zijn behandeling gaan plannen. Heb ik 12 implantaten toegevoegd in de onderkaak 6 en in de bovenkaak 6. En zijn we uiteindelijk in de tweede fase, wat ik ook precies voor hem uitgewerkt heb, de kronen gaan plaatsen. Zoals je ziet staat in deze offerte de prijs van de eerste fase. Alles wat erbij in zit, dus de taxi, accommodatie, de röntgenfoto's, narcose, het trekken van de tanden en uiteraard de tandimplantaten. Vervolgens maken wij impressies voor een tijdelijk gebit en dit is uiteindelijk na 4 maanden goed om op verder te werken. Dus in de tweede fase gaan we verder met een bezoek van 11 dagen, waarin we uiteindelijk zijn tijdelijke brug weer verwijderen, de implantaatabutment plaatsen, weer nieuwe impressies nemen voor de uiteindelijke brug en vervolgens nog een knarsbitje, zodat hij in ieder geval ook lang van zijn nieuwe tanden kan genieten. Uiteindelijk hebben we hem ook nog een extra bezoek aangeboden. Die moet ik nog aanvinken trouwens. Een optionele keuze om nog een keer terug te komen in het jaar na zijn gebitsrenovatie, zodat hij in ieder geval voor een goedkoop tarief nog eens echt goed kan laten kijken of alles goed is, of alles goed voelt en ook weer een keer een reiniging en een zuivering kan laten doen. Het mooiste van deze software is dat wij animaties hebben. En dit is voor jou als cliënt die er waarschijnlijk niet heel veel verstand van heeft, gewoon een hele mooie aanvulling om precies helder te hebben wat er gaat gebeuren gedurende de periode of de periodes die jij bij ons in Albanië bent. Maar dit kun je dus gewoon op je telefoon aanklikken, een foto maken van de QR-code en binnen een seconde kun je dit helemaal bekijken voor jezelf. Wij zullen daarnaast nog een aantal documenten toevoegen. Je ziet hier bijvoorbeeld een document over onze kaakchirurg. Ook een klein stukje meer over onze resultaten en over onze reviews. Weer een aantal nieuwe video's die aangeven hoe het proces in zijn werking gaat. En uiteindelijk meer informatie over Dures, onze kaakchirurgiekliniek, onze partners zoals de implantaten en het zirconiummerk. Ja, en wat je uiteindelijk verder nog kunt verwachten is dat wij samen aan het werk gaan om dit uit te werken en dat je ook op onze steun kunt rekenen op het moment dat je in onze kliniek bent. Goed, wil je dit voor jezelf uit laten zoeken? Neem dan zeker contact op via 316-2757-7357. Op normale werkdagen kun je binnen enkele uren een offerte van ons verwachten en kunnen we gaan plannen naar de mogelijkheden. Fijne dag voor nu!